Onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw is tot in eeuwigheid en die nooit loslaat wat zijn hand begon. Amen. Welkom allemaal. Welkom in het huis van God. Hier mag je thuis komen. Je vindt je rust, open armen en mag je weten dat je geliefd bent, kind van God. En welkom aan de doopouders, Caroline en Leendert, aan de zussen Saar en Emma, aan Willem die gedoopt wordt, aan de hele familie Verheul en Conniger. Nou, en andere gasten die er nog bij zijn, allemaal van harte welkom. En ook de mensen die thuis meekijken. We hebben een nieuwe cameravrouw, dus kijken wat het wordt. We vieren vandaag dat we de liefde van God weer verder gaat in deze wereld. Ieder kind opnieuw, je mag leven in zijn licht. Gaan we het lied zingen, God heeft het eerste woord. Kerkdienst alleen om te dopen, dat hebben we in de protestantse kerk eigenlijk normaal gesproken niet zo. Maar sinds corona nu al voor de derde keer in beperkte kring. Maar de meeste dingen van een kerkdienst, die laten we toch gewoon er gebeuren. Alleen ik doe het allemaal net wat korter. En dat is eerst de schriftlezing, iets uit de Bijbel. Eerst over de doop van Jezus. Lucas 3, vers 21. Heel het volk liet zich dopen. En toen ook Jezus was gedoopt en hij aan het bidden was, werd de hemel geopend en daalde de Heilige Geest in de gedaante van een duif op hem neer. En er klonk een stem uit de hemel. Jij bent mijn geliefde zoon, in jou vind ik vreugde. En we lezen over de eerste preek van Jezus, Lucas 4, als hij in Nazareth komt. Vervuld met de kracht van de geest, keerde Jezus terug naar Galilea. Het nieuws over hem verspreidde zich over de gehele streek. Hij gaf de mensen onderricht in hun synagogen en werd door allen geprezen. Hij kwam ook in Nazareth, waar hij was opgegroeid. En volgens zijn gewoonte ging hij op Sabbat naar de synagoge. Toen hij opstond om voor te lezen, werd aan hem de boekrol van de profeet Jesaja overhandigd. Hij rolde hem af van de plaats waar geschreven staat. De geest van de Heer rust op mij, want hij heeft mij gezalfd om aan armen het goede nieuws te brengen. Hij heeft mij gezonden om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken, aan blinden het herstel van hun gezicht, om onderdrukten hun vrijheid te geven, om een genadejaar van de Heer uit te roepen.
Hij rolde de boekrol op, gaf hem terug aan de dienaar en ging weer zitten. De ogen van alle aanwezigen in de synagoge waren op hem gericht. Hij zei tegen hen, vandaag is de schrifttekst die jullie gehoord hebben in vervulling gegaan. Als je bij een doop, ja, dit is de preek nu. Als je bij een doop leest uit de Bijbel over de doop van Jezus, is er altijd een risico dat je dan denkt dat dit kind ook Jezus moet worden en Jezus moet zijn. Maar je hoeft niet een ander te worden. Je mag jezelf zijn. Willem is prima. Mooi. Helemaal goed als hij Willem is. En als Jezus, nou ja, een beetje, dat je hem volgt. Soms ook doet wat hij zou doen, dat je christen bent. Maar we zijn geen Jezus. Daar is iets unieks aan. Deze mens van God waarin hemel en aarde even één zijn. Maar er zijn toch dingen aan deze doop van Jezus en zijn persoon die voor ons net zo gelden. Ik haal er twee dingen uit. De woorden die klinken bij zijn doop. Dit is mijn geliefde zoon, in jou vind ik vreugde. En er is die opdracht. Ik ben gezalfd om. Ik ben gekomen om. Nou, daar klinkt die stem uit de hemel die zegt, jij bent mijn geliefde. Kinderen mogen leven van de liefde van hun ouders. Dat is de warmte die we hen meegeven. En kinderen kunnen natuurlijk van alles doen, waardoor ouders er ook wel eens wanhopig van worden. Nou, valt nou nog mee, denk ik. Maar er komt altijd weer een moment waarop je zegt, ik ben blij met je. En hopelijk ook andersom, dat ik kinderen af en toe ook weer eens zeggen, ik ben blij met jou, papa, met mama. De doop die herinnert ons eraan dat in deze wereld wij niet alleen leven van de liefde van onze ouders, maar dat er ook die boodschap uit de hemel is. Je bent een kind van God. Ik word blij van jou, dat God dat tegen je zegt. De liefde van God, die merken we misschien soms op in de liefde van onze ouders, maar dat staat er soms ook naast of buiten. En als soms die liefde van ouders wat twijfelachtig is, dat je die niet zo hebt opgemerkt, is het misschien ook nog wel goed om het te weten. Er is een God die van je houdt. We krijgen zo in ons opgroeien, in ons leven een grond mee, een bron, een zekerheid. God houdt van je. Hij heeft jouw bestaan gewild. Omarm dat, want hij omarmt jou. Andere wat we meenemen uit het leven van Jezus is de opdracht. Ik ben gezalfd om. Ik ben gekomen om. Bij de Heer zien we daar grootse dingen. Gevangenen vrijlaten, blinden laten zien, onderdrukten hun vrijheid geven. Zo leest hij dat uit Jesaja en verklaart het op zichzelf van toepassing. Zo groots hoeft het in ons leven niet. Niet per se. Als de richting maar duidelijk is. Wij hebben ook een opdracht. Allemaal hebben we een opdracht. En die opdracht wordt je in de doop meegegeven. Dat is om te leven voor de ander. Om de ander in het oog te hebben. Te helpen waar nodig. Niemand leeft voor zichzelf. Nou, deze twee dingen. Je bent een geliefd kind van God. En je leeft niet alleen voor jezelf. Als je dat vandaag meeneemt van deze doopdienst, dan ben ik tevreden. Dan hebben we wat te vieren. Amen. We gaan zingen, handen heb je om te geven.
nou een stukje uitleg bij de doop. In de doop worden onze kinderen deel van de kerk. Ze horen thuis in het verbond dat God met de mensen gemaakt heeft. Ieder mens is geroepen om te leven als schepsel van God, gemaakt om God en de naaste lief te hebben, om te leven in vertrouwen op de basis van Gods goedheid en geduld. Jezus Christus werd gedoopt. Hij liet daarmee de unieke band zien tussen hem en zijn hemelse Vader. Hij is de Zoon van God. En als we onze kinderen dopen, doen we dat omdat er ook tussen hen en God een band ontstaat. Van meet af aan. En die mag groeien in hun leven. Ze zijn kinderen van God. De doop is ook een teken van afwassing van zonden. Niet het eerste waar je aan denkt bij kleine kinderen. Maar in de loop van ons leven zal het toch belangrijk zijn. Het wijst hen en ons aan dat de mens altijd opnieuw mag beginnen. Dat vergeving niet verdiend hoeft te worden, maar dat we die krijgen uit genade. Daarvoor heeft de Heer Jezus zijn leven immers gegeven aan het kruis. Aan de ouders is het om hun kinderen in dit geloof op te voeden. En daarbij kunnen ze rekenen op de steun van de kerk, van andere gelovigen om hen heen. En ze mogen ook steeds God om hulp vragen, die ons belooft: ik ben met je, alle dagen, zolang de wereld er is. Ja, en dan gaan we nou luisteren naar een gedicht. En dat wordt gelezen door Saar en Emma. Wie is de pauw zonder al zijn veren? Wie is de beer zonder zijn gebrul? Wie is de wefs zonder scherpe angel? Wie is slak zonder slijmerig spul? Wie is leeuw zonder grote manen en slang zonder zijn lange tong? Wie is uil zonder goede ogen en pad zonder verre sprong? Van God, lieve Willem, kreeg jij vermogen. Net als leeuw heb jij een kracht. In de ochtend of de avond als je huilt en als je lacht. Dank jullie wel voor een mooi gedicht. We gaan het lied zingen, 357. Misschien nog wel lastig om de melodie helemaal goed te kennen. Dus dan, als er nog een boekje, dan kun je de melodie in 357 een beetje meekijken. Dus is dat nog wat te regelen? Wat?
Kopje onder stond het in het lied, dus het water van de doop komt al wat dichterbij. We gaan nu eerst een gebed bidden. Zullen we samen bidden? Nu bij het water van de doop bidden we dat dit kind, dat Willem, altijd zeker mag zijn en worden van uw liefde en dat het zijn opdracht verstaat. We bidden om uw geest, zodat wij herinnerd worden vandaag aan onze eigen roeping, wat u van ons vraagt en aan uw liefde voor ons. En we danken u bij het water van de doop dat er redding is, uitkomst voor ieder van ons. Zoals eenmaal Noach met zijn gezin redding vond op de ark. Zoals eenmaal uw volk door het water van de Schelfzee een weg vond naar de toekomst. Dat u zo ons laat delen in de redding, in verlossing. Zo bidden wij in Jezus' naam. Amen. Bij de doop wordt ook het belijden van je geloof en dat gaan we samen doen. Ik wil jullie vragen om daarvoor te gaan staan. Het is de belijdenis die de katholieke en de protestantse kerk samen delen en die ze ook samen kunnen zeggen. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergraven in het rijk van de dood, ten derde dagen opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods van de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, katholieke, algemene kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving van zonden. Opstanding van het lichaam. En een eeuwig leven. Amen. Jullie mogen weer gaan zitten. En mag ik Caroline Leendert met Willem en Sarah en Edmund, die komen er ook zo bij staan. Want dan ga ik jullie de vragen stellen. We hebben samen ons geloof beleden. Willen jullie in dit geloof jullie kind Willem laten dopen, zodat het mag weten dat het opgenomen is in Gods verbond? En beloven jullie je kind naar vermogen voor te gaan in de weg van Jezus Christus, verbonden met de kerk, met de liefde van God en de kracht van de Heilige Geest? Wat is daarop jouw antwoord, Leendert? Ja. En wat is er op jouw antwoord? Ja. Caroline. Vertrouw je kind toe aan de levende God in de naam van Jezus Christus. En de Heilige Geest zal met jullie zijn. Nou, dan gaan we Willem dopen. Ja. Kijk, ik heb hier het water. Willem Hendrik Verheul, ik doop je in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Gelukkig is de mens die op de Heer vertrouwt. De doopkaars. Caroline, zou jij de doopkaars aan de paaskaars willen aansteken? Dat is een licht dat met je meegaat, licht van Christus. Je mag hem ook wel hier neerzetten. Blijft hij staan? Ja. Dan geef ik jou de doopkaart ook, waar de tekst op staat. Dankjewel. En dan stel ik eerst ons als gemeente nog een vraag. Ook de gemeente die thuis meekijkt. Willen jullie als kerk deze ouders steunen in hun geloofsweg? Wat is erop jullie antwoord? Ja. Ja. Dan gaan we nu een zegen toezingen aan Willem en aan jullie samen. Zegen hem al goede.
Jullie mogen eerst weer even gaan zitten. Want dan ga ik God danken voor het wonder van de doop. Heer, we willen u danken dat het wonder van de doop weer gebeuren mocht. Dat we zo mogen zien en merken en voelen dat uw liefde voor ons er is. En dat we mensen een opdracht hebben. Uw naam verbonden met onze naam. We danken u daarvoor. En wilt u de zegen daarvan iedere keer weer laten merken in onze levens. Bouw zo uw kerk ook. De protestantse, de katholieke kerk. Bouw haar op dat dat getuigenis in deze wereld door mag blijven gaan. Amen. Ik mag Anna het woord geven. Ja, je mag blijven zitten, blijf staan als je wil. Sarah en Emma hebben samen een heel mooi gedicht voorgelezen over allerlei dieren die allemaal op hun eigen manier speciaal zijn. Dat gedicht had ik gevonden bij het boekje wat jij, Willem, vanuit onze gemeente krijgt. Het boekje heet Een muis om van te houden. Muis zit niet zo lekker in zijn vel en hij wil heel graag anders zijn. En aan alle dieren in het bos vraagt hij: ben jij wel blij met hoe je bent? En papa of mama of Sarah of Emma die willen vast wel dat boekje aan jou voorlezen. En dan hoop ik, lieve Willem, dat jij blij blijft met wie je bent, omdat je weet dat God jou zo uniek gemaakt heeft. Kijk eens. Lief. En de kinderen van See You Again, die hebben allemaal een wit hartje gekregen. En iedereen die heeft daar iets moois van gemaakt, gekleurd of er iets liefs op geschreven. En al die hartjes rondom jouw naam staan voor Gods liefde. Voor zijn liefde die jij mag ontvangen in je verdere leven. Kijk eens. Dan gaan wij het zegenlied samen zingen. Ga in vrede, ga in liefde. Dat bij See You Again altijd aan het eind gezongen wordt. Bij de Kliederkerk. En dat kunnen we in de kerk ook samen zingen. Ga in vrede, ga in liefde. Daar mogen jullie bij staan. Thank you.
Ja, tot de volgende keer. Dat is een soort open eind aan het eind van de kerkdienst. Dat kan volgende week zijn. Dat kan natuurlijk ook over 5 jaar zijn. Dat weten we eigenlijk niet. Hè? Dat is aan jullie zelf wanneer de volgende keer is. Maar er is een volgende keer. Daar gaan we van uit eigenlijk met dit lied. En dat heb je net gezongen. Dus we sluiten het niet af, ons geloof, maar we gaan ermee verder. Dat is de bedoeling. En daar krijg je ook de zegen voor mee. En niet alleen voor je geloof, maar voor je hele leven, je dagelijkse leven. Om het met God te doen, in vrede. De Heer zegent je en hij behoedt je. De Heer doet zijn aangezicht over je lichten en hij is je genadig. De Heer verheft zijn aangezicht over je. Hij geeft je vrede.